Dit is Lizzie, een jonge vrouw die ooit actrice hoopt te worden, maar voor nu met veel plezier werkt in lunchcafé Brownies & Downies in Den Haag. Het is een bijzondere dag, want vandaag knipt ze haar haren af om mensen met kanker te helpen. Nou, omdat mijn familieleden kanker hadden en ik wilde iets doen voor een goed doel. Maar ja, toen dacht ik van, ja, wat kan ik nou doen? Ik kan niet te veel doen, maar ik kan wel iets voor hun doen, maar ook voor anderen. Dus op die manier dacht ik, dit is wel een goed begin om daar aan te werken. Miranda Broers is apetrots op haar werknemer. Onder werktijd naar de kapper is dan ook geen probleem. Ik vind het heel bijzonder dat iemand als Liz, die toch op een bepaalde manier een beetje een achterstand heeft in onze maatschappij, zoiets zelf bedenkt. Want dat vind ik echt het bijzondere eraan. Ze zegt, hé, dat moet ook gebeuren. En ik heb toch al lang haar, hoppata, weg ermee. Want andere kinderen hebben dat harder nodig. Ja, weg met dat haar. Maar hoe lang zijn de blonde lokken van Lizzie nou eigenlijk? Hoe lang het is, dat weet ik gewoon echt geen fout idee van. Heel raar, maar ja. Ik weet het echt niet. Nou ja, in ieder geval lang genoeg om er nog eens even goed mee te zwaaien. En dan is het toch echt tijd om naar de kapper te gaan. Lizzie's ouders en broer gaan mee om haar te steunen. Nu gaat het gebeuren. Het moment van de waarheid. Hoe is het om je zus daar te zien zitten nu nog met lang haar? Ja, wel mooi. Het is wel goed dat ze het doet. Ik ben wel trots op haar. Hup, de schaar erin. En dan is het gedaan met de lange blonde lokken van Lizzie. Gelukkig valt het eindresultaat in de smaak. Ja, heel cool.